Ons verhaal over de Iraks-Koerdische 23-jarige transgender vrouw Doski Azad is gebaseerd op het onderzoekswerk van Insider en gaat als volgt. Doski Azad kreeg problemen met haar familie nadat ze jaren geleden uit de kast kwam als transgender vrouw. Sommige conservatieve familieleden accepteerden dit niet en dreigden haar meermaals te vermoorden. Doski Azad ontvluchtte haar ouderlijk huis en bouwde een nieuw bestaan op in Duhok in de Koerdische regio van Irak. Ze werkte als visagiste in een plaatselijke salon en had veel vrienden. Zelfs jaren na haar verhuizing bleven haar broer en neef haar met de dood bedreigen. Op maandag 31 januari 2022 werd het levenloze lichaam van Doski Azad gevonden in een ondiepe greppel in de omgeving van Duhok. Haar handen waren vastgebonden en volgens de plaatselijke politie was ze één of twee dagen voordat ze werd gevonden door kogels in haar hoofd en borst geraakt. De enige verdachte voor deze brute liquidatie is haar broer, die de laatste acht jaar in Duitsland heeft gewoond. Ghakdar is vermoedelijk naar Irak gevlogen met als enig doel zijn zus te vermoorden en is na de moord snel uit Irak gevlucht. Agenten vermoeden dat hij zich schuilhoudt in Duitsland, België of Turkije. Koerdische autoriteiten zouden contact hebben opgenomen met Interpol om deze moordverdachte op te sporen en te arresteren. We zouden blij zijn met aanwijzingen. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over Eervaak. Abonneer je op ons kanaal onderzoek Eervaak.